Nou, dit is een beetje een ingewikkeld plaatje, maar ik vind hem altijd wel mooi omdat echt alles erop staat. Je hebt hier de darmcellen en daarboven de darmbacteriën. Daarboven staan het woord prebiotica, dat zijn dus gewoon de vezels uit groente, fruit en knollen, heel simpel in wezen. En dat is wat die bacteriën, de resten daarvan, wat ze het liefste eten. En daar doen ze dan vervolgens van alles en nog wat mee. Ze maken er stofjes mee, zodat schadelijke bacteriën zich niet kunnen gaan vasthechten op de darmwand. Ze maken er vetzuren van, zodat de darmcellen goede energie zeg maar, hebben om ook de vlokjes in de dunne darm goed op te kunnen bouwen, zodat er goed voeding opgenomen kan worden. Ze reguleren de doorlaatbaarheid van de darm. Nou, ze doen echt ontzettend veel. En natuurlijk de hele reactie naar het immuunsysteem, wat in je lichaam de hele tijd heen en weer vertaalt. Jij bent goed, jij bent slecht. Eruit. Aan jou moeten we wat doen. Mega belangrijk dus. En ze eten dus eigenlijk hele simpele dingen. Gewoon de restjes van groente, fruit en knollen.